Breda Nu. Je weet het meteen. Black Box Revelation is de band die vandaag te gast is op de boot van Bootje Varen. En wij kijken mee hoe de gasten van MES, die een prijs gewonnen hebben en hierbij mogen zijn, het allemaal vinden. Dat is heel moeilijk, want het is een vrij stevige band natuurlijk. En nou, akoestische sessie, dus dat wordt helemaal anders. Wat ik vooral echt bijzonder vind, is dat het zo intieme setting is. Dat je met zo'n klein clubje op een bootje zit. Ja, dat is gewoon echt geweldig. Dus ik laat me verder verrassen. Zijn jullie de echte diehard fans? Het zijn echte groupies. Nee, eigenlijk niet. Maar we vinden ze wel heel goed. Dus ik dacht, ik ga dit kansje wagen. En met succes. Heb jij ook een prijs gewonnen? Of? Ja, ik had de prijs gewonnen en zij is de lucky bastard die met me mee mag. Ja. Leuk. En jij kende ze ook wel? Ik kende ze ook, ja. En wat vind je van hun? Ik vind ze ook leuk. Ja. Ook een diehard groupie. Ja. Nee, stiekem hoor. Ja. Is heel stiekem. Oh, nou, ik denk dat de nummers in ieder geval wel overeind blijven staan. Want ze zijn maar met z'n tweeën, een drummer en gitarist. Dus de nummers blijven wel staan, alleen veel, veel zachter en waarschijnlijk minder energiek dan de versterkte versie. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat gaat klinken. Hoe lang ken jij de Black Box Revelation al? Nou, ik ken ze al heel lang, sinds gisteren via YouTube. En ik vind ze echt te gek. Ja, dat is serieus, hè? Dat is serieus, ja. En nou zit je al op de VIP-boot. Ja. Samen met de groepies. Ja, hoe heb je dat voor elkaar gekregen dan? Nou, ik ben de lucky bastard, want zij heeft gewonnen en ik mag mee. Maar jij kent ze dus wel? Nee, ook niet. Ook sinds gisteren. En ook op de VIP-boot nu, hè? En wat had je gewonnen dan? Op radio? Of Via Facebook. Via Bootje Varen. Via die site. Dus heel leuk. We zullen zien wat het is, hè? Ja. Spannend. Ja. Ik ga er in ieder geval van genieten. Like a drug and left me wanting more. Ja, was echt te gek gewoon. Ja. Echt de bom. Ja? Ja, zeker. Op die boot. Ja, echt geweldig. Echt te gekke muziek. Ja, en toffe gasten. Echt wel goed, vind ik. Ja, ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten, omdat ik op YouTube had gekeken. En dat was een beetje dat grove, maar ja, hier, ik heb echt genoten. En het varen en zo'n bandje, nou, dat is echt een top idee, dat moeten ze vaker doen. Ja, het was zeker een succes. De band vond het heel leuk en ik denk dat de fans het ook wel erg leuk vonden. En het weer was lekker. En, we hebben een mooi stukje kunnen varen door Breda, dus ja, zeker een succes. En hoe ver zijn deze plannen nou al uitgewerkt dat dit ook een vervolg gaat krijgen? Dat jullie gaan proberen om een nieuw concept weg te zetten? Nou, we hebben nu natuurlijk ook voor het Ik Zie U Graag Festival gedaan, het Belgisch Popfestival, wat dit weekend in MES plaatsvindt. Het was wel een succes, dus we gaan wel zeker kijken of we dit vaak kunnen doen en of we het kunnen uitbouwen. Het zou heel leuk zijn. En dan met andere bands uit Breda of Nederland, hoe moet ik dat zien? Nou, we zouden bijvoorbeeld kunnen doen met andere bands die in MES spelen en die zijn dan toch al in Breda. En iedereen vindt het natuurlijk leuk om even een rondje te varen. Het zou een ideaal concept zijn, 's middags even varen met de band, 's avonds naar het concert. Ja, precies, zoiets. Ja. Je bent ook met andere mensen die je eigenlijk niet kent. En wat ik vooral merkte op de boot is dat je heel snel contact maakt met andere mensen. En die toch van dezelfde muziek houden. En ik vond het helemaal goed, in ieder geval goed geregeld. Ja.